Het heeft mij verbaasd dat tijdens de algemene beschouwingen die net zijn afgerond, heel veel mensen verbaasd waren over het feit dat het niet over de economie ging, maar over die pleurop-discussie. Dus meer over het gevoel dan over de feiten. Nou, dat is opvallend, omdat we gewend zijn dat, zeker in de aanloop naar verkiezingen, dat het gaat over de stand van de economie, hoe gaat het met de werkloosheid, bbp-groei, liefst nog met de laatste cpb-cijfers erbij. En dat de politieke partijen die daar het beste verhaal hebben, of dat nou het zittende kabinet is of de oppositie, een goede kans maakt om de verkiezingen te winnen. Dus ook als economen verkiezingen proberen te voorspellen, dan kijken ze ook naar dat soort indicatoren. En dat in het verleden heeft dat het heel goed gedaan. En ik denk dat wat we nu zien is een teken waarin die economische feiten, de stand van de economie, minder belangrijk wordt in het voorspellen van verkiezingen. En dat is een belangrijke ontwikkeling. En de hele pleurop-discussie die we net in Nederland hebben gehad, en ook de verbazing daarover, is daar een voorbeeld van. Maar kijk om ons heen, Brexit, de verkiezingscampagne in de VS, Trump versus Clinton, de Oekraïne-referendum, het zijn allemaal voorbeelden waarbij de experts zeggen van, nou, het is toch duidelijk A, het is goed. En de burger of de kiezer wordt er blijkbaar steeds minder van overtuigd. Dus daar wringt iets. En je ziet politici worstelen met dat gat. En daar ging, denk ik, die pleurop-discussie, een soort geforceerde poging om iets te adresseren van het ongenoegen wat er blijkbaar bij de Nederlandse kiezers heerst. Maar hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Dat is een hele belangrijke vraag. Ik denk dat dat komt omdat in het huidige tijdperk van globalisering, of dat nou in de burgers in Nederland betreft, of dat nou de Britse kiezer in het juni-referendum rond Brexit betreft, of dat nou de Amerikaanse kiezer betreft, het idee dat het lot, het economische lot, steeds minder in eigen handen is. Dus in een tijd van globalisering, dat het ons allemaal maar overkomt en dat het minder wordt en dat we de grip op ons eigen beleid en daarmee op de samenleving aan het kwijtraken zijn. Dat zag je bij Brexit heel erg mooi, dat in de regio's waar het meest voor Leave is gestemd, dat zijn de regio's met de grootste banden met de Economische Unie. Dus met de Europese Economische Unie. Dus waar in feite het belang om voor Remain te stemmen het grootst was. En dat verbaast. Dus eigenlijk stem je dan dus tegen je eigen economische belang in. Dus wat is dan dat andere belang wat maakt dat je toch wilt dat je de Europese Unie verlaat? Nou, dat heeft te maken met wat ik net al aanduidde, dat gevoel van globalisering overkomt ons, we kunnen niks meer, onze politici hebben daar geen grip meer op. En of het nou om immigratie gaat, of de invloed van kapitaalmarkten, of de multinationals, die verhalen zijn bekend. En dat is ook een onderstroom die denk ik in Nederland heel belangrijk is, dat we weinig meer kunnen en de grip kwijt zijn. Maar wat kunnen we eraan doen? Wat we aan kunnen doen is om de eerste plaats te beseffen dat dus de oude analyse van zolang de stand van de economie deugt, en dan heb ik een goede kans om de verkiezingen te winnen, dat die riedel misschien dit keer minder opgaat en kijk naar de voorbeelden in het buitenland. Dus partijen die daar volledig op gokken, die konden wel eens van een koude kermis thuiskomen in maart. Dus wat we aan moeten doen is in de eerste plaats een oproep denk ik aan, ook aan ons als beroepsgroep als econoom, maar in de eerste plaats aan politici. Dus we zijn op zoek naar leiders die snappen dat je het gevoel en de feiten met elkaar moet zien te verbinden. Dus het gevoel weg van onbehagen wegredeneren, te zeggen, ja, maar de feiten wijzen toch anders uit, want experts hebben ons verteld dat overtuigt blijkbaar niet. Dus we zijn op zoek naar politieke leiders die begrip tonen voor dat ongenoegen en het verhaal weten te vertellen, dat we desondanks nog steeds grip hebben op onze eigen toekomst en op ons eigen lot. En voor ons als economen betekent dat denk ik dat we eens goed in de spiegel moeten kijken, omdat de harde economische analyse van we trekken de CPB-modellen uit de kast en zo zit het, beste kiezer, en dat zou het toch moeten zijn, dat overtuigt blijkbaar steeds minder. En dat slaat ook terug op de economie als wetenschapsbeoefening, want dat maakt dat we harder moeten nadenken over wat burgers of kiezers motiveert, wat hun gedrag beïnvloedt. Dus we zouden diepere en misschien naar andere disciplines, ik denk naar de psychologie, moeten kijken om gedragsmatige aspecten waar we traditioneel een beetje omheen lopen als econoom. Dat verandert natuurlijk langzamerhand wel, maar dat is een extra waarschuwing dat bijvoorbeeld behavioral aspecten, behavioral economics, een grote rol zou moeten spelen. Ik zelf probeer dat met professor Jan Karstoker in Groningen te doen in ons nieuw onderzoekscentrum over leiderschap, waarbij we economie en leiderschap verbinden. En dat doen wij niet alleen, dat zie je overal om ons heen, dat economen dat zich te harte zouden moeten nemen en dat we het gedrag of het gedragsmatige aspect serieuzer nemen dan we denk lange tijd hebben gedaan.